ze uit of zet je volume iets lager. Oei! Ja! Lekker! Nee! Ja! Wat? Ja! Kut! Hey! Top, hè? Oh, wat een heerlijk weertje om weer op pad te zijn met de M4, jongens. Regen. Kijk hoe die weg eruit ziet. Eén groot speelparadijs ons land. Dames en heren, jongens en meiden. Hele goede morgen. Vandaag de dag wordt waarschijnlijk een van de meest random video's uit, want ik heb oprecht weer geen idee wat we allemaal gaan doen. Oscar gaat verhuizen, momenteel natuurlijk in Capelle, maar die gaat naar Moordrecht. Echt een gigantisch pand, 2500 vierkante meter. Maar verder zal er wel iets heel erg random en apart gaan gebeuren vandaag. Ik heb normaal heel weinig op de planning, maar ja, we zijn op pad met Oscar, dus er kan van alles gaan gebeuren. Oh jee. Yeah. Het is echt, jongens, ik heb het net gezien. Ik reed hier voorbij, maar het is bijna onmogelijk om het over het hoofd te zien. Dit is echt insane. Hier, check dit. Dit is het hele pad. Maar wat gaat er gebeuren voor degene die verliest? Hij heeft dus verzonnen dat degene die verliest moet heel deze afdeling met de bezem. Hoeveel vierkante meter is dat? 1300. De bezem. Ja, ik durf het wel aan. Ik zag dat dag heel goed. Durf jij het aan? Ik zit hier nog over na te denken of dit een goed idee vind. Kijk dit ook echt. Oei! Ja! Lekker! Nee! Ja! Fuck! Oei! Oh, lekker zeg! Jezus! Ja! Koppen! Lekker! Oh, godverdomme! Oei! Ja! Kut! Hey! Top, hè? Nee! Ja! Kut! Oh, wat kut! Staat nou 2-2. Wat een match! Kut, sorry, matchpoint dit. Nee, joh! Fuck! Nou, ga maar vegen, lekker zeg! Nee! Hé hey, joh, hey, je kan het niet, doe dit, doe dat, doe dit, doe zo! Kan er maar één de winnaar zijn, jammer joh! Top hè? Nou, zo top is het niet hoor! Nou, waar is die bezem? We gaan even een bezem zoeken! Top hè? En ik heb het nu al warm hè? Ja! Pauze houden doen we ook niet hè? En zo zijn we alweer onderweg. En zoals ik dus inderdaad zei, op het moment dat je dan op pad gaat met Oscar, gaan er random dingen gebeuren. Gaan er dingen gebeuren die je niet zag aankomen. En ja, dat gebeurde dus ook. Maar dat is nog niet het einde van vandaag, want ik had een geniaal idee. Ik rijd nu sinds 21 november natuurlijk met mijn auto. Fantastisch blij ben ik nog steeds. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel vermogen die nou echt heeft. Dus ik heb geregeld dat we bij Tuning Service op de bank kunnen. We gaan de auto meten. En dan weet ik eindelijk hoeveel vermogen mijn M4 heeft. Eén ding weet ik wel, het geluid komt nogmaals niet tekort. Jongens, we zijn aangekomen met Tuning Service Huizen. De M4 staat klaar, maar ook bij ons de RS4. Roy, gaan we die ook meten? Ah, hij durft niet meer op video. Ik ga ook gewoon hier staan, hè. Besef hoe stuk dit is. Maar het boeit me op zich niet heel veel hoeveel vermogen die auto nu heeft, want hij gaat er echt niet beter of leuker op rijden. Maar het lijkt me gewoon onwijs vet om dit kabaal binnen te horen gaan
op een bank. En natuurlijk ben ik stiekem een beetje benieuwd, maar hij zou moeten doen 450 pk om 550 newtonmeter. Kijk dit. Ik ben heel erg benieuwd. Laat zo in de reacties weten wat jullie denken dat de auto gaat doen qua vermogen. M4 Competition. En we gaan het hier nu meten. Heel even nog wat Thijs aan Reuk. Thijs, wat gaan we doen? 450, hoog of laag? Laag, hè? Ik ga ook zo misschoppen, hè? Roy? Lager. Nee. Lager. Nee. Ja. Kom op, man. Kom op. Nog lager. Nog eens laag. 448, denk ik. Dat is ook... Ja, dat is je aandelen van vandaag. Nee, niet. Oké. Dus jongens, hoger, lager, 450. Laat het weten. En mogen hopen dat die... iets hoger. En terwijl de auto wordt vast van weg, ook echt heel erg benieuwd hoe dit er zo meteen uit gaat zien. We hebben natuurlijk die spinners. Maar ik heb hem nog nooit echt in actie gezien, los van een foto. Maar dit zou dus gewoon, ongeacht hoe hard je rijdt, stil moeten blijven staan. Dus dat gaan we zo meteen natuurlijk zien. We kijken ook hoe dit eruit ziet, jongens. Wat een ding. Dit gaat herrie maken. En binnenkort gaan we de auto ook nog op de brug zetten. Want zoals je dus net hoorde, ik twijfel toch steeds meer of hij wel echt standaard en performance uitlaat. Dus dat er niet nog een demper of iets tussenuit is. Mocht je trouwens oortjes in hebben, of nu ze uit of zet je volume iets lager. Want het kan niet dat dit standaard is. Het is fantastisch, er gaat zeker niks tussen, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat er allemaal tussenuit is. De man van het resultaat. Wat staat er? 84. Dat is om 30 zes meer. Ja. Dat is in principe waardes van een CS. Hè? Hoe dan? Op koppel wel. Even kijken hoor. Op koppel is 611. Holy fuck, hey. Er zijn 30 pk meer en 16 newtonmeter meer. Maar hij heeft ook een flinke burbel al, hè? En met die burbel, die is standaard op competition. Die heb je niet op coupé. Ja, klopt, ja. Holy shit, jongens. Oké, jongens, we gaan nu weer naar binnen, want we gaan nog een keer runnen. Net als dus 479 om 611. Ik ben sowieso benieuwd of hij dat nu ook weer doet. Maar dat zou dus betekenen dat hij echt is getuned. We gaan die binnen in de uitzetten, dat lijkt me ook nog een keer leuk om mee te maken. Net hebben we natuurlijk van buiten gehoord. De logo's in de wielen bleven inderdaad staan. Maakt een herrie. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Hartstikke mooi. En dan gaan we dus van binnen kijken of we weer hetzelfde kunnen halen. Ja? Kom maar. Wordt hard hoor. Ja? Wordt hard hoor. Ja, dat wordt hard. Heel mooi. Weet je dat ook zeg? Ja, dat wordt hard. Wordt hard hoor. Nu weet ik eindelijk een keer wat mensen ongeveer horen als ik langskom in de tunnel van Utrecht. Wat is insane. Oh joh. 448,8. Ja? 588,8. Ja. Vierde versnelling. Vierde versnelling. Ja. En normaal gesproken meten ze hem dus in de vijfde. Ik zou het in de vijf meten. Ja. Dus net hebben we hem eerst in de vijfde gemeten, toen in de vierde. Maar ook in de vierde versnelling doet hij meer dan origineel. Ja.
Moet je even M2, M2. Rij je met je klep dicht. Dat kan echt niet met een M4. Ja? Maar doe toch nog maar. Doe maar. Dank je. Dingen. Ja. En zo zie je dus, hij is dus waarschijnlijk al getuned. Hij gaat nog een keer echt getuned worden. Er komt dus een Aventuri aan. Daarna gaan we nog verschillende dingen met de auto doen. Maar dit had ik oprecht niet verwacht. Ik zeg ook gewoon vol overtuiging van, ik heb het idee dat hij echt origineel is. We hebben natuurlijk met die van Jurgen gereden, stage 2. Maar dit verbaasde me echt mega dik. Super vet om dus, nou ja, een soort van te weten hoeveel pk er nou in zit. Hoe hard het ding klinkt. Want dit is echt een van de strengste banken van Nederland. En dat deed het dus best goed op. Ik hoop dat jullie het een hele vette video vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En zie ik jullie hier heel snel. Wassele.